Terwijl, meneer de voorzitter, de ALDE-fractie leeft zoals vele fracties in dit parlement mee met de getroffen bevolking van Taiwan. En ze is blij dat de Europese Commissie gereageerd heeft zoals ze dat heeft gedaan. En daar moet de Commissie ook mee doorgaan. Maar het grote probleem naast deze menselijke ramp is natuurlijk het isolement van Taiwan. En je kunt best een één-China-beleid handhaven en tegelijkertijd goede, werkbare verhoudingen met Taiwan creëren. Taiwan zou best in de Wereldgezondheidsorganisatie een rol kunnen spelen als waarnemer. Hetzelfde geldt voor de Wereld Meteorologische Organisatie of de VN-conventie op het gebied van klimaatsverandering. Dat is allemaal mogelijk en staat het één-China-beleid dus niet in de weg. Ik sluit mij aan ook bij de heer Belder ten aanzien van het versoepelen van het visa-regime en ook zijn goede woorden aan de heer Goedhart, de Nederlandse vertegenwoordiger op Taipei. Maar ik vind dat we dus niet moeten doorgaan met het isoleren van Taiwan. Werkbare relaties, daar gaat het om. Dank u.